Lieve vrienden van de Gulden Middenweg, dit is de 243ste aflevering van Veritas Vos Liberabit. De Gulden Middenweg heet u van harte welkom op deze 21ste maart bij onze uitzending. De Gaza-oorlog. Israël verliest de oorlog. Naar mijn stellige overtuiging heeft meneer Netanyahu het doodvonnis van het project Israël, het Zionistisch project Israël, getekend. Zijn doel is de totale vernietiging van Hamas. En dat is een doel wat niet lukt. Hij wil ook Gaza leegmaken. Met andere woorden, dat helemaal leegmaken. Ik heb een interview gezien met Jared Kushner, de schoonzoon van meneer Trump. Die zonder dat hij gekwalificeerd is, een enorme positie binnen Trumps regering heeft bekleed. Je vraagt je werkelijk af hoe dat mogelijk is, maar het is nou eenmaal zo. Nou, deze man zegt in dat interview, en misschien dat mijn editor daar een klein stukje van dat interview wil auditen en hier achter wil plakken. And now, are you ready for this? Here's the Israeli economic interest in cleansing Gaza. Here's former President Trump's son-in-law, Jared Kushner, talking to a professor of Middle East studies at Harvard about what is to become of Gaza when the war is over. This will repulse you, but I don't think it'll surprise you. Once Gazans leave Gaza, Netanyahu's never going to let them back in. Maybe, but I'm not sure there's much left of Gaza at this point. So my sense is I would say, how do we deal with the terror threat that is there so that it cannot be a threat to Israel or to Egypt, right? I think that both sides are spending a fortune on military. I think neither side really wants to have, you know, a terrorist organization enclaved right between them. And Gaza's waterfront property, it could be very valuable to if people would focus on kind of building up. It's a little bit of an unfortunate situation there, but I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up. Die zegt dat Gaza eigenlijk helemaal leeggemaakt moet worden, dat die mensen uit Gaza gedrukt moeten worden. En dat hij heeft dat dan over zeer aantrekkelijke kavels aan de waterfront, dus kavels aan zee. Die dan bebouwd kunnen worden, et cetera. En nou ja, het is werkelijk ongelooflijk. De man die staat gewoon een deportatie staat hij voor. Die staat een ethnic cleansing staat hij voor. Die staat een diefstal van Gaza staat hij voor. En het is zelfs zo ver gegaan dat in New Jersey in Amerika zijn er onroerend goedmakelaars die kavels aan de zee, aan de Middellandse Zee in Gaza aanbieden, maar alleen aan Joodse mensen. Last week in northern New Jersey, there were two Israeli real estate companies offering for sale land in Israel, land in the West Bank, land in Gaza, and the Attorney General of New Jersey reminded them that it's against the law in this state to sell or to attempt to sell or offer for sale real estate with restrictive covenants on it, that is real estate that you don't own or real estate that can only be bought by one ethnic or religious group and not by anybody else. Nou, daar zijn dus procedures over gekomen in New Jersey, omdat dat op basis van de wetgeving in New Jersey discriminatie is. Maar moet u zich voorstellen hoe daarop ingesprongen wordt. Hè? Er zijn ook al settlers zijn er in Gaza actief. En het is dus duidelijk wat de bedoeling is. Dat is om alle Gazanen uit de Gaza te drijven. De Sinaï en de Negev woestijn in te drijven. En dan vervolgens Gaza te gaan ontwikkelen als een soort Dubai aan de Middellandse Zee. Dat is de bedoeling van het powerhouse van meneer Netanyahu. Nou, we zullen zien wat er uit die procedures in Amerika komt. Maar dat gaat niet fijntjes worden, want het is gewoon discriminator en dat kan in die staten niet. Dat Israëlische leger wat zo gevreesd wordt, dat is eigenlijk een grote overdrijving. Het Israëlische leger beschikt over een uitgebreide luchtmacht en ook over een uitgebreid rakettensysteem. Maar het leger op de grond bestaat eigenlijk voor het grootste gedeelte uit reservisten.
En dat zijn dus jonge mannen die advocaten zijn, ICT'er, brandweerman, agenten, noem het allemaal op. En die vormen dus dat leger, de grote bulk van het leger van het IDF. Nou ja, daar is het zo dat een sergeant-major, die is in het IDF 19 jaar en een luitenant 20 of 21 en een kapitein 23. En dan kun je je wel voorstellen wat voor een leger dat eigenlijk is. Dat is eigenlijk een puppetleger, een reservistenleger wat helemaal niet opgewassen is tegen de geharde strijders van Hamas en zeker niet tegen de strijders van Hezbollah. En ik moet u ook zeggen, en dat heb ik al eerder gezegd, die infanteristen die daar rondlopen, die hebben werkelijk de poep in hun broek. Omdat die door allerlei vuur beschoten worden. En ze blijven dan in de pantsers. En die pantsers die zijn zeer kwetsbaar voor anti-tankengranaten. Dus het doel wat meneer Netanyahu zich gesteld heeft in Gaza, dat heeft hij in militair opzicht niet bereikt. En er is ook een switchje geweest. Er zijn soldaten naar huis gegaan en vervangen door andere soldaten. Maar de nadruk van het IDF, dat ligt nu in Noord-Israël. En in dat noorden van Israël, daar zijn 70.000 mensen die zijn daar gevlucht. Die zijn naar het zuiden gevlucht, want er zijn continu beschietingsuitwisselingen tussen het IDF en tussen Hezbollah. En willen natuurlijk niet geraakt worden door artilleriegranaten of door raketten. En die zijn gevlucht en die zitten in hotels in het meer zuidelijk gedeelte van Israël op staatskosten. Nou ja, dan zie je dus ook dat een enorm economisch gevolg heeft. Er wordt steeds meer stemmen gaan erop, omdat Israël natuurlijk een paria in de wereld geworden is door het handelen wat zij tegen de burgerbevolking van Gaza plegen. Dat Israëlische producten geboycott worden, dat Israëlische diensten geboycott worden. En je ziet dus ook dat er steeds meer mensen uit Israël vandaan vluchten. Mensen die toen alles koek en ei was en er een deterrence was van Israël, daar wel durfde te wonen. Maar nu denken van dadelijk wordt misschien ook opgeroepen om diensten te doen. En krijg ik misschien ook granaten op mijn huis en daar heb ik niet zoveel zin in. Dus die vluchten naar allerlei landen en dat betekent dat de kleine bevolking van ongeveer 7 miljoen mensen sterk zal verkleinen en misschien uiteindelijk wel op 3 miljoen of zo uitkomt. Dat is ook een van de redenen waarom Oekraïne zo belangrijk is. Er zijn een heleboel Askenaziërs die terug willen naar het land van hun voorvaderen. En dat is de Pale of Settlement. En die Pale of Settlement, dat heb ik u verteld in het verleden, is Oekraïne en de Krim. En ook voor een stuk Wit-Rusland, maar dat is minder aantrekkelijk. Dus met name die Krim, dat is heel belangrijk. En Odessa is heel belangrijk, dat zijn van oorsprong. Zijn dat ook steden waar heel veel Joden, Askenaziërs, Joden gewoond hebben. Ja, Israël heeft natuurlijk militair haar doelen niet gehaald, maar publicitair en politiek gezien helemaal compleet verloren. We hoeven maar te denken aan de uitspraak die er geweest is door het internationale hof, die Israël eigenlijk veroordeeld heeft. De hele wereld is op dit moment tegen Israël. En die oorlog is helemaal verloren. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, Israël kan als paria-staat gewoon niet voortbestaan. Nou ja, we moeten daar ook bij bedenken dat de privébelangen van meneer Netanyahu eigenlijk maatgevend zijn in de manier waarop hij dit kabinet in het zadel houdt. Iedereen weet dat als deze oorlog beëindigd wordt, dat meneer Netanyahu dan in de gevangenis komt. Wegens corruptie en ik denk ook wegens de genocide die hij nu gepleegd heeft en waar hij opdracht voor gegeven heeft. Dus dat privébelang dat staat haaks op het belang van de totale bevolking in Israël. En doordat hij dat maar doorzet met deze ultra-rechtse orthodoxe bende van hem. Met meneer Ben-Gvir en meneer Smotrich. Dat hij uiteindelijk Israël een heel, heel slechte dienst bewijst.
We moeten ons ook bedenken dat Israël voor 7 oktober eigenlijk al in een staat van een voorlopige burgeroorlog was. Er waren zoveel mensen die op straat liepen, zoveel mensen die protesten hielden voor het huis van meneer Netanyahu en daar ook geweldsuitbarstingen bij waren, dat er eigenlijk al sprake was van een burgeroorlog. En dat hield ook verband met het feit dat meneer Netanyahu probeerde het rechtssysteem zo te veranderen dat hij nooit meer voor corruptie vervolgd en veroordeeld zou kunnen worden. Als we het hebben over die operatie, over Hamas en Hezbollah, moeten we ook ons twee dingen realiseren. Hamas is de Gaza-strook een verkozen, democratisch verkozen politieke partij. En Hamas kun je niet vereenzelvigen met de strijders die onder de grond zitten en vechten tegen Israël. Hamas heeft zich ook bezig gehouden met liefdadigheid, heeft consultatiebureaus, om universiteiten en om ziekenhuizen en ziekenverzorging bekommerd. Hetzelfde geldt voor Hezbollah. Dat is in het Westen is dat geframed als een terroristische organisatie, net zoals Al-Qaeda, et cetera, of als ISIS. Maar dat is niet zo. Hezbollah is een politieke partij die ook in de regering van Libanon zit. Dus dat is denk ik belangrijk om ons te realiseren dat dat niet zomaar een bij elkaar geraapte terroristenbende, is. Wat hebben ze nou gedaan, dat Hamas? Nou, men zag dus dat er steeds meer coöperatie kwam tussen met name Saoedi-Arabië en Israël. Dat er een heleboel vredes gesloten werden. En dat die vrede gesloten werden, onder andere voor de aanleg van het Ben-Gurion-kanaal. En daar zitten een aantal Arabische landen zitten erin. Dat is het kanaal wat van Eilat naar de Middellandse Zee gaat lopen en wat door of vlakbij Noord-Gaza geprojecteerd is. Nou ja, dan kunnen we natuurlijk niet hebben dat er Gazanen wonen en dat kanaal kunnen beschieten. Dus moeten we Noord-Gaza moeten we bevrijden van de Gazanen. En dan kunnen we verder met dat kanaal. En dat is natuurlijk een multimiljarden project. Er zijn zelfs plannen geweest om nucleaire bommen in te schakelen om bepaalde obstakels die op dat geprojecteerde traject liggen om die op te ruimen. Dus dat is een belangrijk gegeven. En over het Levitian gasveld wat er voor de kust van Gaza ligt is zo'n andere economisch punt. Men wil natuurlijk niet een staat Gaza hebben, want een staat Gaza betekent dat ze recht hebben op territoriale wateren en op een economische zone. En dat betekent dat zij dat Levitian gasveld zouden kunnen exploiteren. En daar zit maar voor liefst naar schatting 4 miljard aan gassen zit erin. En dat is bovendien ook nog heel erg makkelijk te ontginnen, want dat schijnt maar op 60 meter diepte te zitten. Goed, waarom doet Hamas nou zo'n uitval? Hamas die heeft natuurlijk niet een uitbraak gedaan om vrouwen te gaan verkrachten in Israël en om baby's te onthoofden. Dat zijn allemaal debunked verhalen. Wat zij gedaan hebben is uitvallen uit de Gazastrook met het doel om zoveel mogelijk gijzelaars te nemen. Waarom neem je gijzelaars? Nou, zij hebben die gijzelaars genomen omdat er 6000 Palestijnen in Israëlische zogenaamde administratieve detentie zitten. Administratieve detentie betekent dat je in de gevangenis gezet wordt zonder dat je een aanklacht hoort, zonder dat je verteld wordt wat je misdaan hebt, zonder dat er een begin- of een einddatum aan je detentie zit, zonder dat je toegang hebt tot juridische hulp, zonder dat je familie op de hoogte gebracht wordt van waar je bent, etc. Nou, zo zitten er in Israël in dungeons, in vergeetputten, zitten er 6000 Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen. En de verhalen die daarover de ronde doen, die zijn te walgelijk om te horen. Er worden vrouwen stelselmatig verkracht, die worden gefilmd. Die films die worden aan hun familie gestuurd. U weet dat dat in deze contraien tot een hele grote afwijzing van die vrouwen leidt, et cetera, et cetera.
Noem het allemaal op, daar wordt een stigma opgezet op die manier. Maar er zitten ook kinderen die een steen tegen een tank of tegen een militair panzervoertuig gegooid hebben. En die zitten daar in die administratieve detentie. En het doel van die uitbraken van Hamas en om het nemen van die gijzelaars te pakken, dat is dus om een ruilmateriaal te hebben tegen die 6000 mensen die in die zogenaamde administratieve detentie zitten. Er komt dus voor die mensen ook geen proces. Die zijn gewoon gepakt, van de straat afgesleurd. Soms wordt er van een kind het armpje gebroken. Ook daar heb ik video's van gezien. En die worden dan in een kerker gezet. Dat is de bedoeling van de militaire operatie geweest. Nou, daar heeft het Israëlische leger, in een eerdere video heb ik duidelijk mijn twijfels geuit of meneer Netanyahu van tevoren niet op de hoogte was van deze uitbraak. En dat heeft laten gaan in verband met het feit dat hij hem dat heel goed uitkwam, omdat een oorlogspresident, een minister-president, de eenheid in Israël kon herstellen. Dat heeft hij ook meteen gedaan door een oorlogskabinet te vormen. En om op die manier ervoor te zorgen dat die demonstraties, et cetera, tegen hem gericht waren, dat hij zou ophouden. Maar goed, dat even terzijde. Nou is er in Israël een decreet en dat heet het Hannibal-decreet. En dat betekent dat Israëli's die zien dat er gijzelaars genomen worden, Israëlische gijzelaars, dat die de opdrachten hebben om die gijzelaars en hun gijzelnemers om die dood te schieten. En dat is bedoeld om voor het feit dat er dus geen materiaal mee genomen kan worden, wat geruild kan worden tegen de gevangenen die in Israël zitten. Het Hannibal-decreet. Vastgesteld is nu ook, dat kunnen we echt zo stellen, vastgesteld is nu ook dat het grootste aantal doden wat er gevallen is door de actie van Hamas, dat die veroorzaakt is door dat Hannibal-decreet. Er zijn met andere woorden, Israëlische helikopters zijn ter plaatse gekomen en die hebben met Hellfire-raketten, hebben die auto's en huizen en kibbutzen hebben die beschoten. En daarmee zijn er heel veel Israëlische doden ontstaan. Dus die zijn ook gedood door het IDF en niet door Hamas. Hamas heeft daar in zo'n militaire operatie helemaal geen belang bij om zoveel mogelijk mensen dood te maken. Want ja, wat voor doel zou dat dienen? Het doel was om gijzelaars te nemen en die mee te nemen naar Gaza. Om dus te kunnen ruilen. Nou, er zijn auto's aangetroffen die helemaal gesmolten, waar het metaal helemaal van gesmolten is. En dat kan natuurlijk niet door geweervuur zijn, dat komt dus door die Hellfire-raketten. Biden, die zit natuurlijk tot zijn nek zit hij in deze Gaza-affaire met Israël. Het is duidelijk dat, hij het onmiddellijk zou kunnen stoppen. Er gaan maar liefst drie van die C-3 grote transportvliegtuigen met bommen, raketten en springstoffen gaat er in de richting van Israël. Dus Biden blijft dat maar toestaan dat militaire materieel daar naartoe gaat. En dan heeft hij het ook nog over voedselhulp. En dan wil hij een pier aanleggen in de Middellandse Zee om daar schepen te kunnen aanlanden om voedselhulpen te geven. Dus eerst schieten we die mensen allemaal kapot en bombarderen we ze. En dan gaan we voedselpakketten uitdelen of droppen. Inmiddels staan er meer dan 150 lorries, vrachtwagens staan er voor de grenzen die binnen willen. Die worden getraineerd door het IDF. Die worden niet binnengelaten. Ook dat zou Biden natuurlijk kunnen zeggen. Nu het hek open en die auto's naar binnen en dat voedsel uit te delen. Maar nee, dat gebeurt niet. Het is allemaal mooi met de mond, maar daden komen er niet. Die meneer Netanyahu die heeft natuurlijk ook duidelijk aangegeven wat hij precies wil. Die heeft in de vergadering van de Verenigde Naties heeft hij met zijn hand en zijn vingertje op een kaartje staan te wijzen. En daar stond het groot Israël op. Daar waren delen van Libanon, zaten erbij, delen van Egypte, delen van Jordanië, et cetera. En daar blijkt dus zijn plan en ook dat plan van zijn coalitiegenoten, blijkt dat heel duidelijk uit. Het is duidelijk dat er voor de globalisten Jeruzalem de wereldhoofdstad moet worden. Hè. Dat zit in het zionistisch-christelijke besef. Dat komt door de zionistisch verspreide Scofield Study Bible in Amerika.
En dat is eigenlijk ook hetgene wat Israël steeds boven water houdt. Al die zionistische christenen die maar niet het onderscheid kunnen maken tussen het Bijbelse Israël en de staat Israël. En het is te hopen dat dat een keer, dat besef een keer doorkomt. En dat men niet in die verwarring blijft hangen, want dan is het leed niet te overzien. Als er oorlog zou uitbreken in het noorden tegen Hezbollah, en dus echt een full-out oorlog, ja, dan zal het IDF ongetwijfeld vernietigd worden. Hezbollah beschikt inmiddels over een ruime scala van raketten en is niet alleen in staat om, wat nu al gebeurd is, radiostations en dingen die aan de grens met Libanon en Israël staan, om die kapot te schieten. Maar ze kunnen ook Haifa en Tel Aviv kunnen ze ook met de grond tegelijk maken. Dus het is niet te hopen dat meneer Netanyahu, waarvan ik denk dat hij dat toch gaat doen, dat hij inderdaad probeert om Libanon binnen te trekken en Hezbollah uit het grensgebied te jagen boven de Yatani River. Want dat wordt een nog groter debakel. En dan wordt Israël denk ik helemaal compleet vernietigd. Daar zie je dus ook het ambivalente gedrag. Meneer Biden die moet herkozen worden. En de democraten die weten dat als ze nu gaan terugtrekken daar, dat het dan gebeurd is met Biden. En zo zie je dus dat er allerlei persoonlijke belangen, partijbelangen, dat die een rol spelen bij hoe lang zo'n oorlog voortduurt. Dat is in Oekraïne trouwens ook zo, maar hier ook hoe lang dat voortduurt, wanneer daar een einde aan gebeurt. En je ziet dat de mensen die daarmee bezig zijn, die interesseren zich niets om een mensenleven, die interesseren zich niet om een kinderleven. Of er nou 30.000 kinderen dood zijn, of 50.000 of 100.000, dat interesseert die mensen helemaal niet. Die zijn alleen maar geïnteresseerd in de herverkiezing van een seniele oude gek die Biden heet. Daar zijn ze in geïnteresseerd. Overigens is in recente video's is er duidelijk geworden dat meneer Obama met een heel grijze kop inmiddels in Downing Street 10 geweest is, op bezoek bij de Engelse minister-president, Little Unelected Rishi Sunak. Wat hij daar doet, nou ja, het is wel duidelijk dat meneer Biden niet in command is, maar dat de klieken die daarachter zit van de Obama's, de Clintons, dat die daar de dienst uit maken en niet meneer Biden. Het is zo langzamerhand is het een mobsterbende geworden die massamoorden gepleegd heeft in de hele wereld. Die regeringen omver geworpen heeft. Die miljoenen mensen in de ellende en in de armoede gestort heeft. En deze mensen die blijven maar in de macht zitten. En ja, dat gaat toch echt een keer veranderen. Je ziet ook dat in Israël dat er eigenlijk geen limieten meer zijn. Meneer Netanyahu die heeft op grote schaal die settlers van wapens voorzien. Je moet je voorstellen dat die settlers die hebben maar één doel en dat is Palestijnse gebieden bezetten. Daar hun huizen neerzetten op het land van de Palestijnen, ook in de Westbank. En die krijgen dan wapens uitgereikt om die doelen te kunnen met geweld te kunnen bereiken. Het is werkelijk ongelooflijk. Duidelijk is geworden dus dat via die lobbyorganisatie AIPAC, je weet het, Israël is geen bondgenoot van Amerika, er is geen verdrag gesloten. Er komt een enorm bedrag ieder jaar van miljarden in de richting van Israël. Israël gebruikt een gedeelte van dat geld om senatoren te kopen en congresleden te kopen. En dat gebeurt dus ook. En dat is in zoverre mate is dat thans aan de orde dat het hele Amerikaanse politieke systeem corrupt is. En Israël Amerika controleert en niet meer omgekeerd. Dat wilde ik over Gaza vertellen. Ik heb daar nog een... misschien een draadje voor een oplossing. Ik denk dat er een twee-staten-oplossing, kunnen we vergeten. Dat is niet meer mogelijk. Er zijn nu weer, is er haten gezaaid voor de 3-4 generaties bij de Gazanen en bij de slachtoffers in Israël. Dus dat gaat het niet worden. Dat is werkelijk onmogelijk. Dan zal het een één-staten-oplossing worden.
En die eenstatenoplossing die is alleen maar mogelijk als Israël volledig gedemilitariseerd wordt. En misschien onder een mandaat van de Verenigde Naties blauwhelmen komt. Dan kan er een democratisch gekozen regering komen. En dan zal het gezien de aantallen zo zijn dat de Palestijnen de grootste partij worden in dat land. En ja, dat is dan zo. Daar is niets aan te doen. Maar zoals het nu is, kan het niet doorgaan. Want dit kleine landje met 3-4 miljoen mensen die waarschijnlijk overblijven, die brengt de totale wereld in gevaar. Die brengt de levens van alle Europeanen en van alle mensen verder in de wereld in gevaar. Want zij beschikken ook over nucleaire wapens. Dus wie weet waar extreme zoals Smotrich en Ben-Gvir, waartoe die allemaal in staat zijn. Ik zag ook nog, dat is een draadje dat zit in het spirituele vlak. Dat gaat over de offering van de Red Heifer. Dat is een kalf, of een vaars zou je kunnen zeggen. Daar moet u maar eens naar kijken, dat draadje. En dat is dat arme beest dat wordt verbrand. En dan wordt van de as, die wordt in het water geroerd. En daar worden de mensen mee besprenkeld. En dat is dan ter purificatie. Nou, ik kan u verzekeren dat de wet van het karma al slachten de orthodoxen alle rode kalven die er in de wereld zijn. En maken ze daar as van en besprenkelen ze heel Israël daarmee. Dat hetgene wat zij nu voltrokken hebben, dat niet gepurifieerd kan worden door het besprenkelen van water met as van de Red Heifer. Maar dat terzijde. Het is een ongelooflijke slachting. Er worden duizenden mensen creperen er van dorsten, van honger, van het gebrek aan medische. Ze worden gemitrailleerd. Ze worden uitgehongerd. Dus ja, het is een absolute genocide. En het is hemeltergend om te zien dat er maar zo weinig landen in de wereld zijn die daar van staatswegen bezwaren tegen maken en tegen opkomen. En eigenlijk zijn de Houthis de enigen die dat doen. Meneer Sisi, dat is een generaal, die is in Amerika opgeleid. Egypte krijgt een enorm bedrag aan hulpen van Amerika. Dus meneer Sisi gaat er niks aan doen. Bovendien is 60% van de totale economie van Egypte is in handen van de militaire kasten. Dus dat is lippendiensten bewijzen en verontwaardiging en verbijstering uitspreken en verder niks. Totdat de bevolking het zo zat is in een slachting. En die slachting die gaat nog verder komen omdat het IDF van plan is om Rafah binnen te dringen. Dus daar wordt een enorm bloedbad aangericht. En dan zullen die bevolkingen, die zullen misschien niet meer te houden zijn. En die zullen hun regeringen dwingen om tot actie over te gaan. Hetzelfde geldt voor de koning van Jordanië. Ook daar lippendiensten. Scherpe veroordeling, maar niks doen. Het hele land Jordanië, dat zit trouwens vol met de Palestijnen, want dat is het land waar de meeste Palestijnen wonen. Dus, maar ook daar van die kant niks. Ook van meneer Erdogan, scherpe veroordeling, niks. Meneer Erdogan die is veel meer geïnteresseerd in de Turkse staten die zich in Centraal-Afrika naar China uitstrekken. Turkmenistan, Kazachstan. En uiteindelijk helemaal in het oosten de Oeigoeren, allemaal Turkse volkeren. En daar wil meneer Erdogan de pasja van zijn. Daar wil die verenigen, de Soenis die daar zitten. En tegelijkertijd is ook de CIA natuurlijk in die landen bezig om zoveel mogelijk amok te maken. Maar dat terzijde. Nou, hier zou ik dit kunnen afsluiten? Misschien dat ik hier dan de vredespogingen achteraan mag plakken. De vraag is natuurlijk, de paus heeft iets gezegd over Oekraïne. Hè? Dan hebben we het over de Oekraïneoorlog plotseling weer. Die is verketterd. Hè? Die heeft gezegd, wordt het nou niet eens tijd om de witte vlag te hijsen en om te onderhandelen? Die onderhandelingen die waren er allemaal al, dat heb ik u ook in een eerdere video gezegd, maar die zijn door het Westen zijn die van tafel getrapt. En
Nu moet er toch echt een keer moet er iets gebeuren, want anders dan blijft er van Oekraïne niks over en van het Oekraïnse volk ook niet. In Amerika, als we het wel weer overspringen naar Gaza en naar Israël, dan is er in Amerika is er een meneer Chuck Schumer. En dat is een Joodse democraat en een senator uit de New Yorkse swamp. En die wil van meneer Netanyahu af. Die heeft gezegd dat meneer Netanyahu met zijn regering nu dingen doet die niet meer in het belang van Israël zijn. Ja, dat is mooi gezegd, maar wat gaat die meneer Schumer daar nou aan doen? Is hij bezig met een actie om te voorkomen dat Amerika zich nog verder schuldig maakt aan genocide, aan medeplichtigheid van genocide? En gaat hij er iets aan doen of laat hij het bij deze woorden? Het is in ieder geval duidelijk dat gezegd hebbende, dat dat voor binnenlandse Amerikaanse politieke doeleinden is, maar dat dat naar buiten heel weinig effecten sorteert. Nou, als je dan kijkt dat die meneer Schumer ook uit Galicië komt, dacht ik, dus dat is het gebied wat in West-Oekraïne ligt, dan geeft dat ook alweer een beeld. En ja, als je kijkt naar die Brooklyn-kolonie die er is, ja, dan, ik heb er een mooie documentaire over gezien, en twee dissidenten die eruit gestapt zijn, die worden dan ook meteen verketterd, et cetera. Maar dan zie je wat voor een enorme indoctrinatie er is. Het is een Joodse school. Vervolgens gaan de kinderen uit school komen in een shul terecht, krijgen daar te horen welke boeken ze moeten lezen. En ze weten eigenlijk heel weinig van de buitenwereld, omdat ze continu in deze bubbel gehouden worden. Meneer Jack Sullivan, ja, die wil ook geen inval in Rafah, zegt hij dat de president dat niet wil. Nou ja, we zullen zien of dat er gebeurt. Misschien zijn dat allemaal mooie woorden om later te kunnen zeggen. Zie je wel, wij hebben gezegd, wij willen geen inval in Rafah. Ik ben ervan overtuigd dat er wel een inval in Rafah komt, omdat meneer Netanyahu gewoon de oorlog niet kan stoppen, want dan is hij namelijk zelf gezien, dus die zal daarmee door blijven gaan. Vanuit Rusland is er ook nog een initiatief gekomen en dat heeft geprobeerd om de PLO en Hamas te verenigen. Dat zijn dus eigenlijk twee partijen die door Israël en de Verenigde Staten tegenover elkaar gepositioneerd zijn, hè, en tegen elkaar opgezet zijn. Maar dat is in ieder geval uit Rusland gekomen van verenigen jullie dat nou, vergeet nou die onderlinge kwade bloed wat er tussen jullie is, dan kun je tenminste met één stem spreken en verenig je dan onder de Palestijnse autoriteit. Nou, ik denk niet dat dat gaat gebeuren, omdat meneer Abbas, de leider van de PLO, door heel veel Palestijnen gezien wordt als een zetbaasje van Israël. Die man is ook miljardair geworden, letterlijk miljardair geworden van allerlei kickbacks en weet ik wat, want dat kan hij niet uit zijn salaris gehaald hebben van zijn functie als leider van de PLO of de Palestijnse autoriteit. Dus die is aan alle kanten is die gestiekt en betaald. En daarvoor is die ook voor de jongere Palestijnen is dat een absolute no-go met die meneer, Abbas. Goed, ik heb het gehad over generaal Sisi. Ja, veel andere vredesinitiatieven zijn er dus niet. Als u er een kunt noemen, mag u het zeggen. Ja, er zijn nog wat onderhandelingen. En meneer Erdogan die probeert de partij aan tafel te krijgen. Ook meneer Modi uit India die heeft getracht om, althans we hebben het weer over Oekraïne, om daar een vredesverdrag te krijgen en Zelensky te bewegen om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten. Maar ik denk dat de invloed van het wapenkartel zo groot is dat men helemaal niet de neiging heeft om de oorlog zo snel mogelijk te willen beëindigen. Maar om die oorlog zo lang mogelijk te willen rekken ten einde de koffers en de kassa's van het wapenkartel te kunnen blijven vullen. Goed, ik ben al 33 minuten bezig met deze versie, dus hier laat ik het bij. Maar ik heb hier nog steeds een kaartje en dat gaat over Afghanistan. Daar wil ik ook nog iets over vertellen. Dus dat ga ik in de volgende Veritas Vos Liberabit ga ik dat doen. Hierbij laat ik het voor wat betreft deze aflevering. Ik wens u al het goed waar u ook bent. Ik dank u voor uw aandacht. Ik dank u voor het verspreiden van deze video's. Want ik probeer een ander
een andere perspectief te bieden dan de mainstream media doen en de belanghebbenden in deze zaak. Ik heb er geen enkel belang bij, niet bij wapenkartels of wat dan ook. Ik probeer gewoon feiten die ik uit mijn research, en daar ben ik vele uren per dag ben ik daar mee bezig om die research te doen, om die voor u naar voren te brengen en een ander beeld te geven en om de waarheid meer naar boven te krijgen, want niets gaat boven de waarheid. En zelfs dat niet. Nou, nogmaals, ik laat het hierbij. Dank u voor uw aandacht en tot de volgende keer.